Jongens, ik heb een licht probleempje. Ik wilde namelijk met de Daily Knockout een speler gaan vrijspelen. En dat wilde ik doen door middel van het winnen van de Daily Knockout. Toen ging ik kijken en bij deze Daily Knockout kan je blijkbaar helemaal geen speler winnen. Dat kan namelijk pas bij de volgende Weekend League, de dagelijkse knockout. Waarbij de vereiste was dat je 8 spelers minimaal uit hetzelfde land had. En ik had daar speciaal een teamje mee gemaakt. Maar ja, ik kan die video dus pas over 4,5 dag maken. Toen wil ik dat niet in de koude kleren laten zitten. Ik heb namelijk speciaal een Nederlands team gemaakt. Omringd met FUT Champions kaarten, Team of the Season kaarten, One to Watches en ook nog gewone informs. Ik denk, ik ga het nu proberen. We gaan het eventjes uittesten en dan kunnen we daarna met de Daily Knockout alsnog een keer proberen om die te winnen. En daarmee ook die FUT is jarig speler te winnen. We gaan maar eens even naar het teampje kijken waarmee we een paar potjes gaan spelen. In de goal bij Edwin van der Sar, de beste keeper op FIFA 17 Ultimate Team. En ik heb speciaal ook gekozen om andere leagues te doen, andere teams, dat ik niet alleen maar spelers heb van Feyenoord, PSV, Ajax en zo. Ik heb 11 spelers, waarvan eigenlijk maar 2 van dezelfde clubs zijn, dat er eigenlijk niet echt goede alternatieven zijn. Dus heb ik dat op die manier opgelost. En in de goal hebben we dan Edwin van der Sar van 1,91 meter. En zoals ik net al zei, het is een geweldige keeper. En ook op FIFA 17 de beste Nederlandse keeper. Op rechtsuiter hebben we Rick Karsdorp. Je had anders nog Veldman, maar Rick Karsdorp is toch wel een stukje sneller. Geweldige speler en momenteel ook deel van AS Roma. En ja, het is dus heel leuk dat hij nu ook getransfereerd is. En dan gaan we door naar de eerste centerback. En dat is Stefan de Vrij, momenteel spelend bij Lazio. Normaal hoog workrate, 1,81 meter. En hij is een super centerback met zijn stats. Hoorde ook bij het Team of the Season. En je ziet het ook aan zijn stats, dat het een prima kaartje op papier. De andere centerback is Jeffrey Bruma. Misschien een beetje opvallend, ik kon ook voor Jan Schari gaan, maar dan had ik meerdere Feyenoord spelers. Dus dat ga ik lekker voor Jeffrey Bruma, was sowieso ook de highest rated centerback. Want de enige andere alternatieven naast Jan Schari waren dan volgens mij nog Ake. En dan houdt het volgens mij op qua Nederlandse centerbacks die in vorm of zo zijn. Hebben Jeffrey Bruma toch een prima centerback. En hij is alleen niet al te snel, maar dat vind ik zelf niet zo'n heel groot probleem. Op linksachter hebben we dan Habs. Geweldige stats. Heeft ook al een upgrade gekregen dit seizoen. En daarmee is ook verdiend een Team of the Season gekregen. Kijk naar zijn stats. Geweldig voor linksachter. En ik ben heel benieuwd hoe hij in-game speelt. Door naar de middenvelders. De eerste, Jorginho Wijnaldum. Had ik als FUT Champions kaart. Eerste eigenaar dus. Zijn stats vond ik heel leuk eruit zien. Ik wil hem heel graag uittesten om te kijken hoe hij speelde in-game. Heb er 1 potje mee gespeeld. Vond ik nog te weinig indruk. Dus ik ga kijken hoe hij ook in de andere game speelt. De andere center mid is Davy Klaassen van Ajax. Momenteel deel van Everton. En hij is 1,71 meter hoog normaal workrate. En hij heeft op papier ook heel erg goede stats. Daar valt het mid dan. Dirk Kuyt. Ik heb speciaal voor Kuyt gekozen dat het een hero kaart is. Volgens mij de enige Nederlander die een hero kaart heeft. En ik had hem wel speciale FUT Champions versie. En wilde ik hem ook daarom gebruiken. Er zijn betere alternatieven. Maar ik wilde heel graag Dirk Kuyt uitproberen. Omdat hij 34 shooting heeft. En toch heel goede stats van 31 in vormpie. Het is natuurlijk leuk om toch nog iemand die nu met pensioen is en die zo'n carrière heeft gehad, om die een keertje nog in het team te zetten. Door de aanvallers. De eerste is Arjen Robben, de duurste speler in het team bij Verre. 335k, een enorm dure speler, maar hij is ook wel heel goed. Kijk naar zijn stats, ik heb hem ook een keer gepakt. Toen had ik hem meteen verkocht. Nu wil ik hem alsnog een keertje proberen om te kijken hoe die in game is. Door naar de spits. Hebben we Quincy Promes. Ik had ook zijn team op de season kunnen halen, die is rechts midden. Ik heb daarom besloten om zijn FUT Champions spits variant te halen. Ik kon ook DOS doen. Maar ik vond Quincy Promes iets sneller. En daarom heb ik toch gekozen voor Promes en niet voor Dost. En als linksbuiten hebben we dan nog Memphis Depay, One to Watch. Ik kon eventueel nog Elia halen, maar dat ik weer meerdere Feyenoorders. Dus dan ga ik lekker voor Memphis Depay. Want we hebben ook iemand uit de Franse league die enorm goede stats heeft. 38 shooting, 39 dribbling, 35 physical en ook 35 pace. Om het kaartje toch wel een beetje af te maken. We hebben dit team met deze 11. Zoals ik net al zei, er zijn vele verschillende alternatieven. Ik kon ook Bas Dost doen. Ik kon nog Veldman doen. Ik kon echt zoveel andere mogelijkheden halen. Maar ik dacht, dit is het leukste om het op deze manier te verdelen. En dan gaan we hiermee lekker een paar potjes spelen. En uiteindelijk ook de Daily Knockout halen over een paar daagjes. Mijn instructies en teamnummers. Nou, mijn aangepaste tactieken zijn hetzelfde als altijd. Spitsinstructies, hier op de spits achterlinies kruipen, druk zet achterste lijn. En dat doe ik eigenlijk bij alle aanvallers. En dan zet ik hier op links buiten en rechts buiten voorin blijven. De middenvelder zet ik op achter blijven tijdens aanval. De aanvallend mid zet ik op voorin blijven en de links achter. En rechts achter ook op achter blijven tijdens aanval. En aangepaste tactiek heb ik hier niet echt iets veranderd. Het enige wat ik altijd doe is op afdekken zetten.
En dan gaan we hiermee dus een paar potjes spelen. Ik ben heel benieuwd wie de eerste tegenstander is. We gaan het zien. Mijn eerste tegenstander heeft een normaal Premier League team in divisie 1. Vind ik op zich best apart. We gaan kijken hoe die speelt. Ik ben heel benieuwd. Ik ga in game wel anders spelen. Ik ga naar de 4-3-1-2. Robben zetten we aan de linkerkant. Depay aan de rechterkant. Promes dan op aanvallend mid. Hebben Klaassen op mid-mid. Kuit rechterkant, Wijnaldum linkerkant, Haps linksachter, Kast op rechtsachter. Ik ben benieuwd of dit werkt, maar mijn middenvelders zijn niet de beste verdedigend georiënteerde middenvelders. Ik ben benieuwd of dat niet een groot probleem gaat worden. We gaan het uiteindelijk gewoon in-game zien. We gaan eerst maar eens kijken waar de eerste goal gaat vallen. Even wegkoppen, we hebben best grote spelers. Nederlanders zijn niet de kleinste mannen. Overigens zijn het volgens mij de grootste mensen ter wereld, tenzij Zweden ons heeft ingehaald. Dus kopduellen moeten toch wel kunnen winnen. Robben komt hier door met Memphis Depay. Die moet kijken wat hij met deze kans kan doen. Doorpassen. Naar Jorginho Wijnaldum. Die gaat er weer door. Memphis. Door. Naar Jeffrey Bruma in de spits. Kom aan. Strakke bal geven. En dan gaat dit toch helaas fout. Dirk Kuyt. Kom maar door. Hoppakee. Mooie bal op Robben. Die moet hier iets leuks mee kunnen doen. Dat doet hij ook. En nu uithalen Robben. Pajlic stopt hem. Tweede instantie. Begovic. Redding van zijn leven. Oh, dan moeten we hier alsnog proberen te scoren via deze corner. Robben. Kop. Gebruik je 95 pace. En je redelijke paasvaardigheid. En dan komt hij op miraculeuze wijze bij Promes terecht. En die speelt hij zijn mannetje ver. Promes, onderkant, lat, nee. Nou, als het iemand te zien is dat erin geschoten. Maar nu heb ik zijn mindere versie. En dat is dan toch zonde. Want dit was echt een heel grote kans. De Vrij kan hij wel eens toch proberen kansen creëren. Kom op, Robben. Door weer. Nu, Memphis Depay. Rennen, jongen. En nu afmaken. Memphis Depay. Golasso, binnenkant paal. En dan staan we daar toch. Op 1-0 voorsprong voor het einde van de eerste helft. Was niet al te makkelijk. Hij was best goed aan het verdedigen. Uiteindelijk krijgen we hier een klein gaatje via Memphis Depay. Die maakt hem heel mooi af. Binnenkant paal. En we staan 1-0 voor. Promes. Ja, hij maakt hier een heel stomme fout. Dat moet hij niet doen. Dat van mij was ook niet heel strak. Maar nu uithalen, jongen. Rebound voor Arjen Robben. En die is zo hard geschoten dat Begovic niet bij kan. En ze scoren binnen 5 minuten. Twee keer waarbij we eerst misschien deze kans al van moeten maken met Memphis. Wordt goed gestopt door Begovic. Maar rebound... veel te hard kan hij nooit bij. Bruma moet daar proberen te verdedigen. Hij kan hem strak geven. En in plaats daarvan haalt hij gewoon uit. En Lukaku kan best goed schieten. Scoort de 1-2 om er even spanning terug te brengen. Edwin van der Sar kan niet bij. Misschien iets agressiever moeten tackelen. Ik heb geen idee. Maar hij maakt die goed gebruik van de ruimte die hij krijgt. Haal die bal van hem vandaan. Dirk Kuyt. Oh, wat lekker. Kom maar door. En dan kunnen we nu counteren door een heerlijke sliding. En dan kunnen we nu dit countertje inderdaad gaan opzetten. Arjen Robben sneller dan Bailey, die ook niet al te langzaam is. Uithalen, jongen. Oh, korte hoek. Wedstrijd voorbij. 2-1 gewonnen. Prima resultaat op zich. Krijgen we wel een doelpuntje tegen wat onnodig was. Arjen Robben en Stefan de Vrij dan de mannen van de wedstrijd. En we gaan door naar wedstrijd nummer 2. We hebben nu 1 potje gespeeld. Op zich wel verdiend gewonnen, ook meerderheid van de balbezit. En dan gaan we maar eens door naar wedstrijd nummer 2. Ik heb helemaal besloten om DOS te kopen. Het is al met al toch de 1 na beste Nederlander in deze FIFA. Hij is 92 rating, de allerhoogste is Robben. En daarna komt volgens mij Van Basten die 91 rating is. Dus ik moet er eigenlijk wel een 92 rated Nederlander in het teampje doen. Dat ga ik in de tweede wedstrijd dus doen, door de divisie 1 weer. En dan gaan we hem, denk ik, eventjes te plaats zetten van Dirk Kuyt. Die kan niet de hele wedstrijd meerennen, dus ik zet hem lekker op aanvallend mid. Dus dan moet ik eentje daar aan gaan passen. En dan speel je dus met Dosti op centraal aanvallend mid. Kijk hoe dat gaat zijn. We gaan door naar wedstrijd nummer 2. Let's go. Tegenstander nummer 2 heeft ook een redelijk normaal Casio A-team. Het valt me toch nog mee dat ik eerst tegen P1 alles kwam en nu tegen 2 redelijk normale teams. Ik ben heel benieuwd hoe die speelt. Dost, schiet maar eens van afstand, jongen. Toch, Manos kan nog stoppen, maar hij kan denk ik ook goed koppen. Rudiger wint dan toch het kopduel van Bas Dost. Krijgt een tweede kans. Bassie! Toch, helaas. Kop hem weg. Ah, 1-0. Ja, via een kopbal. Stefan de Vrij wordt eruit gekopt. Door Gabby, ja, die niet van alle mensen. Word ik niet heel vrolijk van, want we hebben kansen gehad. Alleen zodra ik in een loopactie moet komen met Bas Dost, wordt hij veel te makkelijk ingehaald. Dus dat is toch wel zonde. We moeten nu proberen om terug te komen. Licht probleempje, oké. Okay. Waarom kunnen wij Nainggolan niet van de bal zetten? Wat is dit nou, joh? Hoe kan hij met zijn weak foot van buiten de 16 meter? Dit is echt onzin. Nu heb ik ook niet heel goed verdedigd, maar dit is wel echt... Oh, jongens, wat krijgen we nu? Het is een weak foot. Normale Nainggolan. Oh, jongens. Dost, wat ga je hiervan maken? Houd de bal toch redelijk goed bij hem. En nu dan Bas Dost uithalen, jongen. En als hij scoort, of als hij schiet, dan scoort hij wel. 1-2 terug in de wedstrijd. Door de enige echte Bas Dost. Hier weet de man hem niet van de bal te zetten. En Basje Dost komt in de 16. Ja, dan is het een doelpuntje. We hebben nog wel een kansje. We hebben nog altijd kans. Zeg nooit. Zeg nooit.
Nooit. Ja. Promis. Let's go. 2-2. We zijn terug in de wedstrijd. We gaan waarschijnlijk niet meer de 3-2 scoren. Maar de 2-2 was er wel naar op zoek. Zeg inderdaad nooit, nooit. Geef nooit op. Arjen Robben. Strakke bal op Promes. Kan net op tijd schieten met zijn linker notabene. En schiet hem voorbij de keeper. Oh jee, tenzij hij hier nu nog gaat scoren. Kan natuurlijk ook altijd nog. Gabbiadini, zet hem op de bal. Ja, oh, schiet hij met de kruising. Wat is dit nou? Waarom kan ik hem niet van de bal afzetten? Deze jongen gaat uit zijn dak. Want hij wint, denk ik. Want ik heb hem maar 2 minuten om te scoren. Dit is heel zuur. Waarom kan hij hem niet van de bal afzetten? Ik ben dat niet gewend dat dat niet lukt. Ja, ik kreeg geen extra tijd meer. Ja, dit is niet best, jongens. Ik ben verslagen. Ik heb helaas niet kunnen winnen. We zijn van 2-0 achter naar 2-2 gekomen. Door die ene zure goal en zo verliezen we van gekke Hagenees, jongens. Word er niet heel vrolijk van. We gaan maar snel terug naar het teampje. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit team past bij mijn speelstijl. Je kan niet altijd een team vinden wat past bij hoe jij zelf speelt. En ik merk toch wel dat ondanks dat er hier een paar heel goede spelers tussen zitten. Bijvoorbeeld Klaassen vind ik heel fijn. Ik vond Haps en Kasdorp heel fijn. Vond ik daarentegen ook een paar spelers echt niet past bij hoe ik zelf speel. Robert deed gek genoeg echt helemaal niet wat ik wilde. Ik vond Wijnaldum wisselvallig. Eén keer wel goed, andere keer niet goed. Promes vind ik wel nog heel super. De pilot ook niet echt wat hij moet doen. Hij dribbelde niet heel goed. Hij voelde een beetje slordig aan. Dus al met al kan ik het niet aanraden dit team zelf te maken. Er zijn een aantal spelers die wel goed zijn, zoals ik net al zei. Maar het is al met al niet heel slim om deze 11 uiteindelijk zelf te gaan proberen. Tenzij jij van een heel andere speelstijl bent als ik. Maar als je bent van snel spel, snelle passes, dan is dit denk ik niet je beste huis om te gaan kopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie er misschien over denken. Ik wil heel graag bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je het gedaan hebt. En dan ga ik maar snel een nieuw teamje maken. Voor over 4 dagen als die daily knockout is. Ik zie jullie daar bij die video, jongens. Later.